Waarom lijkt het Westen meer op China dan je denkt? Dit is de Universiteit van Nederland. Nou, het beeld dat we hebben van China is dat er eigenlijk helemaal niets mag op het gebied van protest. En dat is inderdaad ook zo. Duizenden buitenlandse websites, waaronder Google, Facebook en Twitter, zijn geblokkeerd op het Chinese internet. En als we dan naar het interne verkeer gaan kijken op het internet, naar de Chinese sociale platformen, naar Weibo, naar Renren en naar WeChat, dan zien we dat die ook heel erg sterk gecensureerd worden. Er zijn nog iets van 16 van alle communicatie via die platformen wordt gecensureerd. En wat wordt er dan gecensureerd? Nou, berichten, bijvoorbeeld over democratie, over protestgroepen, over politiegeweld ook. En ook pornografische berichten, die worden gecensureerd. Als we dan offline gaan kijken, dan zien we dat straatprotest voor een deel ook wordt verboden. En dat Protestgroepen, actiegroepen die zich bijvoorbeeld bezighouden met meer arbeidsrechten of met religie of andere doelen, die worden scherp in de gaten gehouden. In sommige gevallen worden ze ook verboden. Nou gebeurt er dan helemaal niets op protestgebied in China. Nou het tegendeel is eigenlijk waar. Ondanks alle ge verboden gebeurt er juist ontzettend veel. Als we verder kijken dan zien we eigenlijk dat er heel erg veel spannende en interessante en hele grappige dingen gebeuren op het Chinese internet. Nou, met een Chinese en met een Nederlandse collega heb ik onderzoek gedaan naar dat online protest in China. Ons onderzoek begon bij deze foto, die in juni 2011 verscheen. Te zien zijn drie officials uit de Xizhuan-provincie die een nieuwe weg aan het inspecteren zijn. De foto die verscheen op een Chinese overheidswebsite. en was gebruikt als propagandamateriaal om te zien hoe mooi die nieuwe weg erbij lag. Maar als u goed kijkt, ziet u dat er iets niet helemaal goed is met die foto. De officials zweven enigszins boven de weg. Een hele slechte Photoshop-actie. Nou, het PR-departement probeerde de foto nog terug te trekken. maar hij werd al heel snel gekopieerd en razendsnel gedeeld. En hij werd eindeloos bewerkt. Het werd een meme. Een idee, een slogan of beeld dat eindeloos en in allerlei variaties wordt gedeeld. In eerste instantie gingen de wat verder boven die weg zweven. En hier zijn ze naar de ruimte getransporteerd. Overigens dit een verhulde kritiek op het hele dure Chinese ruimtevaartprogramma. En hier worden ze als prehistorisch voorgesteld. Misschien is het Chinese leiderschap wel prehistorisch. Toen we verder gingen kijken, bleek dat dit soort politieke satire en kritiek eigenlijk helemaal niet uitzonderlijk waren. Dus eigenlijk heel erg tegengesteld aan het idee wat we van China hebben. Maar dat corrupte praktijken van uh, regionale leiders, lokale leiders en beambtenaren en ook van bedrijven constant op de hak wordt genomen. En dat de Chinese internet overloopt van de kritiek en van de humor. En dat er tegelijkertijd ook nog eens een keer heel veel offline gebeurt. Terwijl er heel veel potentieel verboden is, wordt er toch heel veel geprotesteerd tegen de vernietiging van het milieu. Er vinden nationalistische protesten plaats. Mensen gaan regelmatig de straat op. Interessant is dat Chinese burgers dus tal van manieren hebben gevonden. Om te protesteren. En dat doen ze door heel veel humor te gebruiken. En ook door heel veel gebruik te maken van beeld. En grappige foto's en bewerkingen te verspreiden. En die foto's en die beelden zijn lastiger te censureren dan tekst. Want tekst kun je op basis van keywords censureren. En dat is bij beeld een stuk lastiger. Wat er ook veel gebeurt om de censuur te omzeilen is het misspellen van woorden. Waardoor het dus lastiger wordt om op basis van die keywords woorden te... Censureren. En wat we ook zien is het gebruik van metaforen. Zoals bijvoorbeeld de rivierkrap. De rivierkrap is een synoniem op het Chinese internet voor internetcensuur. Is, is die Chinese staat dan niet in staat om dat, die kritiek de kop in te drukken? Nou, daar zijn ze wel degelijk toe in staat. Maar het lijkt erop, en dan, dat is heel interessant. Het lijkt erop... Dat die kritiek en satire, dat die voor een belangrijk deel ook worden toegestaan, omdat ze eigenlijk sterker nog gebruikt worden als een instrument om lokale en regionale overheden en ook corrupte bedrijven te traceren en te controleren en eventueel ook te bestraffen. Want het besturen van zo'n heel erg groot land, een hoogontwikkeld land als China, is een hele complexe aangelegenheid. En dat is zeker complex als je daarbij geen democratische instrumenten hebt om te om na te gaan wat er nou eigenlijk in een samenleving leeft. Wat voor over wat voor onderwerpen mensen ontevreden zijn. En de online communicatie biedt dat inzicht. Die biedt inzicht in publiek ongenoegen. En die maakt het mogelijk om dus corrupte ambtenaren en bedrijven te traceren. En op die manier worden vervuilende bedrijven opgespoord en bestraft. En kunnen overheidsbeambten die de wet overtreden hun baan verliezen. En in dat opzicht functioneert het dus bijna als een soort proto-democratische mechanisme. Maar als protest uit de hand loopt, wat ook af en toe gebeurt, en vooral wanneer het zich tegen die nationale staat richt, dan slaat die Chinese overheid keihard terug. Dan wordt straatprotest de kop in gedrukt en dan wordt ook de functionaliteit van bepaalde sociale platformen, de grote sociale platformen, wordt Simpelweg uitgezet. Dan kunnen gebruikers dus even een paar dagen geen boodschappen meer delen. En kunnen ze niet meer commentaar leveren op berichten van anderen. En dat is enkele malen gebeurd. En dat verstoort dus heel diepgaand die dynamiek van kritiek en protest. Nou, de eerste observatie is dus dat de Chinese staat niet zozeer protest en kritiek blokkeert, maar dat het het meer stuurt en gebruikt. En in feite aan en uit probeert te zetten. En dus op die manier de heel erg sterk de marges van het protest bepaalt. Maar gelukkig kan in het Westen natuurlijk alles, toch? Hier kan alles. We kunnen de straat op gaan wanneer we dat willen. We kunnen uh, vrij online communiceren. Uh, het wordt, onze communicatie wordt nauwelijks geblokkeerd of gefilterd. Ja, dat is aan de ene kant het geval. Maar aan de andere kant weten we natuurlijk ook net zo goed dat de laatste jaren, en daar is heel veel ook over bericht, dat vrijwel alle online communicatie grootschalig wordt gesurveilleerd. Dus de schandalen de laatste jaren rond de NSA, die hebben dat wel duidelijk gemaakt. Dus als je zoekt naar informatie over Syrië of Irak, dan is de kans groot dat je op een of andere lijst terechtkomt en eventueel als verdacht aangemerkt wordt. En dat zal waarschijnlijk in de komende jaren alleen maar verder toenemen naar de aanslagen in Parijs. Ik wil je echter inzoomen op de rol die de staat speelt in het vormen van straatprotest in het Westen. Ik heb onderzoek gedaan naar protesten bij grote internationale topbijeenkomsten. Ik heb specifiek onderzoek gedaan naar de G20-top. G20 is wanneer de grote economieën in de wereld bij elkaar komen en gaan overleggen over de ontwikkeling van de economie. Ik heb onderzoek gedaan naar, een, naar de protesten rond de G20-top in 2010 in Toronto. Ik heb gekeken naar de manier waarop het politieoptreden en de sociale mediacommunicatie, de activisten, hoe dat in elkaar verwikkeld raakte, in elkaar verweven raakte. Zoals bij iedere top worden steeds meer veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zagen we bijvoorbeeld bij deze top een enorm hek verschijnen om de demonstranten maar heel ver weg te houden van de regeringsleiders die met elkaar in het overleggen waren. En ook werd er een enorme hoeveelheid veiligheidspersoneel en politie ingezet om de 10.000 demonstranten, door een tot 20.000 agenten en veiligheidspersoneel in bedwang te houden. Dus er waren voor iedere demonstrant waren er ongeveer twee agenten aanwezig. De demonstranten tegelijkertijd komen niet onvoorbereid naar dit soort gelegenheden. Ze hadden een hele sociale campagne van tevoren ontwikkeld. Ze riepen iedereen op om toch vooral bericht te doen op sociale media over wat er op straat gebeurde, wat er aan protestacties ondernomen werden, via Twitter, via Flickr en via YouTube. Zo werd er real-time verslag gedaan van iedere plek waar in Toronto op dat moment protest plaatsvond. Met mobiele telefoons. Gingen demonstranten foto's maken, video's maken, tekst uploaden. En die, al, die, al dat materiaal werd geaggregeerd op een alternatief mediacenter, wat je hier kunt zien. Wat laten die sociale media berichten dan zien? Nou, wat ze natuurlijk in de eerste plaats laten zien, is excessief politiegeweld. Op dit beeld worden de demonstranten uit elkaar geslagen door. De politie, en dat is een typisch beeld wat we veel zagen in Toronto 2010, maar wat we ook bij allerlei andere toppen te zien kregen. Een gevolg is overigens dat die combinatie tussen die sociale media verslaggeving, die zo precies is en zo real-time plaatsvindt, en dat politieoptreden, is dat heel veel van die activistische communicatie de laatste jaren over geweld gaat en over het gebruik van geweld en confrontaties tussen politie en activisten. En veel minder over de grote, fundamentele economische, politieke, ecologische vraagstukken. die de reden waren voor veel van die protesten. In dat opzicht begint activistische communicatie dus ook steeds meer. op de uh, protestverslaggeving in de massamedia te lijken. Dus die sociale mediaberichtgeving laat zien. tegelijkertijd ook hoe de demonstranten zelf geweld gebruikten, hoe zij bijvoorbeeld politieauto's in de fik gingen steken. Door de real-time sociale media berichten kon de politie heel exact volgen wat die activisten op straat deden. Sociale media en dus mobiele telefoons zijn in dat opzicht dus niet alleen maar een instrument voor activisten om zelf aan protestverslaggeving te doen, maar zijn omgekeerd dus eigenlijk ook surveillance instrumenten die tegen activisten gebruikt kunnen worden. In deze paranoïde situatie die ontstond, waar de politie demonstranten heel nauwgezet in de gaten hield... ...waar de demonstranten de politie heel nauwgezet in de gaten hielden... ...werden in totaal 900 mensen demonstranten in tijdelijke cellen opgesloten. Zoals je op dit beeld kunt zien. Dergelijke preventieve arrestaties zijn eigenlijk gaan behoren tot het standaard politierepertoire... ...in westerse landen de laatste jaren. Ik vind dat er op zich een hele sterke militarisering en ook technologisering van de politie plaats. Nou, als we dan terugkomen op die vraag waar we mee begonnen, waarom lijkt het Westen meer op China dan je denkt? Dan zien we dus aan de ene kant dat China zich richting het Westen begeeft. Door online signalen te incorporeren in het bestuur van het land. Worden een soort protodemocratische mechanismen in gang gezet? Tegelijkertijd zien we dat het Westen in het systematisch surveilleren van online communicatie en ook in het militaire, militariseren van de politie steeds meer zich richting China begint te bewegen, richting die autoritaire regimes. En zowel in autoritaire landen. Als China, maar ook in liberaal-democratische landen, grijpen die staten dus steeds dieper in in protest. En daarmee in de dynamiek van dat protest en ook in de dynamiek van het activistische sociale media-communicatie. Maar natuurlijk blijven er tegelijkertijd ook hele grote verschillen. Ik bedoel, daar moeten we ook niet de ogen voor sluiten. Dus China kan, en doet dat ook, kan protest hardhandig de kop indrukken. En diepgaand ingrijpen in sociale media-communicatie. In liberaal-democratische landen kijkt uiteindelijk altijd de wereld mee. En dat heeft consequenties. Dus het excessief gebruik van geweld in Toronto 2010, dat werd een heel groot onderwerp van discussie. En er werden vragen gesteld over de grenzen van de, vrijheid, van de, sorry, de grenzen van de veiligheidsstaat. En tot waar, rijken, waar eh, beginnen die grenzen en waar eindigt het gebruik van geweld om die veiligheid te handhaven grenzen die in tegenstelling tot China dus heel duidelijk zijn veel duidelijker zijn in het westen in landen als Canada en andere liberaal democratische landen staten en activisten zijn dus de laatste jaren in hele complexe relaties met elkaar verwikkeld en de vraag is niet of staten sociale mediaprotesten kop in kunnen drukken maar veel meer hoe ze dat vormen Sturen door de inzet van technologie en door het gericht gebruik van geweld. En de vraag is welke strategieën activisten in reactie daarop ontwikkelen. Strategieën die voor een belangrijk deel vorm krijgen binnen die sociale media-infrastructuur. In Nederland en in andere westerse landen bepalen deze relaties tussen activisten, platformen en staten in. Belangrijke mate de ruimte die er is voor democratie. Een ruimte die natuurlijk niet alleen maar draait om eens in de vier jaar naar de stembus te gaan en een stem uit te brengen. Maar die ook heel erg sterk draait, en steeds meer misschien wel, om die relatie, die spanning tussen de veiligheid en uh, het recht van burgers om te protesteren. Juist ook door de recente terroristische aanslagen. Zal, de veiligheid, zal veiligheid een steeds belangrijker argument worden om voor staten om online communicatie te surveilleren. En ook om die politie steeds verder te militariseren. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk cruciaal dat mensen autonoom blijven. En dat ze de ruimte krijgen om te kunnen blijven protesteren tegen ongelijkheid, tegen oorlog en tegen machtsmisbruik. Dank jullie wel voor de aandacht.